Duiven. Een hoorspel van Tom van Reen, regie Ad Leupler. Slapen. Slapen? Maar jij? Ik lig al zeker uren wakker. De water zijn ze al de hele tijd aan het rotzooien. Tegenwoordig beginnen die nou midden in de nacht. Net alsof ze nog niet lang genoeg getreiterd hebben. Het laatste beetje rust dat hebben moeten ze ons nog verpesten. Zo laat is het. Dat doe je toch, meid, 7 uur. De krenk begint toch altijd om 7 uur te rammelen? Het was zeker jouw schuld. Jij wilt toch zo vroeg je nest uit. Je doet net of je nog altijd naar het werk moet. Waar moet jij nou voor opstaan? Je zou best nog een paar uurtjes kunnen blijven liggen als je dat zou willen. Nee. Mijn hele leven ben ik vroeg opgestaan. Ik kan niet meer anders. Als het licht wordt, moet ik eruit. Zal de duiven toch moeten voeren ook? De meesten zijn dat zo gewend. Die weten dat ik om 7 uur met de voerbak kom. Zal ik koffie voor je maken? Nee, meid. Laat jij maar lekker liggen, hoor. Maak zelf wel koffie. Ik weet niet of er nog genoeg gas is, hoor. Gisteravond was het pitje al zo klein. Kan ineens op zijn. Dat maakt niet uit, dan haal ik wel een nieuwe fles. En ik haal flessen tot ik erbij neerval. Mij krijgen ze niet klein door het gas af te sluiten. Desnoods stop ik de kachel met turf. Wind je nou niet op, Sjan. Het is helemaal niet goed voor je. Je moet aan je hart denken. Mijn hart. Ach, mijn arme hart. Dat heeft wel erger te verduren. Heb je dan net die explosie niet gehoord? Explosie? Schop me rot. Schrikken is veel erger voor je hart dan dat je een beetje kwaad maakt. Ik heb niks gehoord. Ik snap niet dat je daar overheen kan slaan. Het was net of de wereld verging. Dat hoor ik al niet eens meer. Met die knallen zijn ze al zowat een jaar bezig. Ik weet niet beter meer. Nou, ik kan er niet aan wennen. Zo akelig. Elke keer is het of er weer een stukje van de wereld vergaat. Met elk huis dat ze laten springen, is er weer een beetje meer van de buurt kapot. Elke keer als je naar buiten kijkt, dan zie je dat de ratten weer wat van ons hebben afgeknapt. In de oorlog was het net zo'n bende. Moet je ook elke keer de kaleren als er ergens een bom in sloeg. De laatste maanden van de oorlog heb ik geen bom meer gehoord. Terwijl er hier in de buurt toch heel wat ingeslagen zijn. Jij hebt een harde kop. Jij raakt aan alles gewend. Ik heb altijd goed kunnen slapen. Doe er geen mens fout mee. Moet je ze dan buiten nou horen? Dag is dicht, meens. Ze gunnen de buurt geen ogenblik rust meer. De buurt, Jean? Dat zijn wij. Alleen nog maar wij. Er is helemaal geen buurt meer. Alleen wij? Nee, toch? Ja. En gisteren stond er nog een stuk van de Leeuwstraat. En de winkel van Timmermans. En het café. Dat was eergisteren, Jean. De Leeuwstraat hebben ze gisteren platgelegd. Toen ik de boodschappen deed, zag ik dat het café platgelegd werd. Binnen 1 minuut was de hele zaak een puinhoop. Ja. Ik had gedacht dat ze het café tot het laatst zouden sparen. Dat werkvolk zat er zelf altijd te schaften de laatste tijd. Vreemd eigenlijk. Toen bijna alle mensen uit de wijk weggetrokken waren, had je nooit meer de stemming in het café. Alleen het volk van het slopersbedrijf, dat maakt het allemaal nog wel eens gezellig. Uiteindelijk zijn dat dezelfde mensen als wij. Arbeidersvolk. Hetzelfde volk dat hier de buurt uitmaakt. Die buurt is nou voor goed verleden tijd. En toch hoeft het niet te laat te zijn. Als wij maar volhouden. Jij raakt in de war. Je lijkt je gevoel voor realiteit te verliezen, Jean. Je rekent op de dingen die toch niet gebeuren. Elke keer hoop je weer dat er wat gespaard zal blijven. Dat wij niet de enige zijn die blijven. Dat er meer zijn die blijven zitten. Maar dat is niet zo. Wij zijn de laatste, Jean. De allerlaatste. De allerlaatste? Ja. Wij? Dat bestaat toch niet? Het,
Het is namelijk meer dan een jaar geleden dat we met alle buurtbewoners in de café bij elkaar gekomen zijn. Om tegen de sloop van onze wijk te protesteren. En het is toch een half jaar geleden dat we een nieuw dak op het huis van Jelgers hebben gelegd. Het huis van Jelgers is al maanden geleden verdwenen. Het nieuwe dak heeft er maar een paar weken op gezeten. Waar het huis van Jelgers stond, daar liggen nou al de fundamenten voor een supermarkt. Ja, geen weet het. Al dat werk bij Jelgers was voor niks. Maar een jaar geleden zou je dit toch niet voorspeld hebben. Toen waren we allemaal vastbesloten om te blijven, de hele buurt. De een naar de ander zijn op de vlucht gegaan. Ja. Of bezweken voor de uitkooppremies, ja? Dat was voor een heleboel lang niet mis. Je, dat is geld, dat is het. Ja. Wil je er buiten nou eens zien? Arbeiders. Net als ik, eigen volk. Je eigen mensen bijten je de stroten van ze moeten. Ze werken voor geld, Jean. Voor een boterham. Daar werkte jij toch ook voor. Weet jij wat voor ellende jij allemaal met jouw werk aangericht hebt? Weet jij waar alle rotzooi voor diende die je gemaakt hebt? Ik zou het niet weten. Ik heb altijd aan een draaibank gestaan. Mijn hele leven lang lagers gedraaid. Wat ze er allemaal mee gedaan hebben, mag de duivel weten. In onze fabriek zag je alleen maar onderdelen. Van het kant-en-klare product zag je nooit wat. Misschien maakten ze er wel kanonnen van. Weet ik veel, misschien wel. Die fabrieken die werken voor opdrachtgevers. Ik zou een directeur kennen die een opdracht weigert. Omdat hij het niet eens is met wat de klant met zijn materiaal wil doen. Ja, daarom moet je ook niet zo hard over die arbeiders buiten denken. Want de buiters gaan dus anders haast hebben om de zaak plat te krijgen. Nou, het huis van Korenvaar aan de beurt. Ze hadden mooie brede ramen bij Korenvaar. Ja, die heb Korenvaar er verleden jaar nog ingezet. Allemaal weggegooid geld. Hé, hey, er komt een kerel met een draad uit de kelder. Hm? Die heeft een lading springstof aangebracht. Gek, hè? Als je zo'n huis open en bloot ziet. Zo'n rijtjeshuis. Je ziet er nooit meer van de voorgevel. Maar nou zijn alle muren naakt. En wat zie je? Het behang van de huizen die er tegenaan gestaan hebben. De beloot. Kapot pijpwerk, geblakerde gangen van schoorsteen. Allemaal troep. Zo'n huis is al onteerd voordat ze het opblazen. Nu staan er alleen nog een paar uitgeklede huizen overeind. En ons huis. Maar ons huis blijft staan. Mij krijgen ze niet klein. Zouden we het er nou echt wel op aan laten komen, Jean? Mij krijgen ze niet kapot. Dat alle andere volk het op het laten weten, nou dat moeten ze dan maar zelf weten. Maar ik hou woord, ik blijf waar ik zit. Ik laat me niet uitkopen voor een paar rode ruggen. Die joden die zijn er allemaal ingestonken. Hun eigen huis ingeraapt voor een flat. Of weet ik wat voor een betonnen kot. Ja. Als de buurt te oud was geweest, of verkrot. Maar iedereen hier hield zijn huis in orde. Nou, er waren er toch ook een paar die er een keet van gemaakt hebben. Maar dat waren er toch maar een paar. Maar van die paar rotzooitrappers die je hier had, hebben ze poten in de krant gezet. Om te laten zien hoe slecht de buurt er hier naartoe zou zijn. De smeerlappen. Nee, ze hadden de foto's van de andere huis in de krant moeten zetten. Ons huis hadden ze rustig kunnen nemen. Je pas meer kezen kun je in elke wijk wel vinden. Dat zijn de rotte tanden van een wijk. En daaraan hebben ze ons opgehangen. Met die rotte tanden moest het hele gebied eruit. Ja. Ik moet het daar bevoeren. De beesten zitten te wachten. Ja, doe je pantoffels nou aan, hè? Je loopt altijd op je blote voeten. Je vat nog eens kou. Kom jij eens hier? Ja, kleine witkop. Wil jij mijn kopjes geven? Ja, jij wil vliegen, hè? Jij wil de klep uit. Als het aan mij lag, mocht je eruit. Mijn hart bloedt als ik jullie hier zo nodig binnen zie. Maar ik kan je toch niet aan het gevaar blootstellen. Je weet nooit wat die kerels daar buiten doen. Die hebben het op ons begrepen. Of jullie net zo goed is als mij. Nou, hier. Ik schep nog maar eens wat extra in je bakkie.
zeggen, het is wel niet goed voor je. Want van dat stilzitten word je toch al te vet. Als alles goed was gebleven, hadden jullie afgelopen zondag op daks gevlogen. Maar jullie moeten thuis blijven. Omdat die mooie slopers de beurt zo schandaliseren dat jullie je hok niet meer terug kunnen vinden. Het is net of de duiven het ook al in de gaten hebben dat er wat gaat gebeuren. Ze zijn veel rustiger dan anders. Het lijkt of ze naar hun berusten dat ze binnen moeten blijven. Maar veel langer kan het toch niet duren, een duif is geen kanarie. Daar gaat het huis van Korenpaas, ja? Zo. Daar is de voorvader is wel van de wereld gevaarlijk. Er staan er nog drie overeind. Twee daarvan zullen vandaag ook nog wel plat gaan. En dat van ons? Dat van ons blijft staan. Als ze willen, dan bouwen ze er maar een supermarkt overheen, maar dit blijft staan. Hé, hey, zie je dat? Van het café is nog een muur blijven staan. Daar hebben ze zich in vergist. Dat is een dubbele muur. Die heeft het ook niet op willen geven. Tegen die muur hebben ze een jaar of 10 geleden de garage gebouwd. Waar ze later de biljartzaal van gemaakt hebben. Dat was de muur waarin de prijzenkasten hingen van de Duivenclub. 6 kasten vol. We hadden er net over vergaderd om er nog een kast bij te laten timmeren. Bloeiende vereniging hadden. Er zaten zeker 17 bekers in de kasten die ik met mijn doffers heb verdiend. Jij had altijd de beste duiven. Ja, de beste. Ja. Ik had er niet over te klagen, nee. Hé, ze zijn nog goed. Alleen ze raken van slag af. Doordat de buurt hier verandert. Al die herrie. Daarvan raken de dieren van de koop. Vroeger hadden ze elke dag vrij. Vrij moeten de dieren zijn. Dat doet hun goed. Een duif moet vliegen elke dag. Misschien moet je die dieren wel van de hand doen, Jean. Je wordt toch ook een dagje ouder? Nee, dat gaat nog niet vanzelf kapot. Weet je nog, dat ik met de laatste wedstrijd de 3 bekers heb binnengehaald. 2 keer een vlucht op Vincent, 1 keer een vlucht op Dax. De laatste keer is die doffe van Dax niet teruggekomen. Bij die vlucht zijn er veel duiven achtergebleven. De onweer zeker. Het was zogezegd een afscheidsvlucht. De laatste keer dat onze vereniging meevloog. Net of die beesten dat geweten hebben. Ja, want van Dax kenden ze de route toch blind? Oh, zeker. Voordat mijn doffer in de prijzen vloog, had hij weg al zeker 10 keer gevlogen. Elke keer dichter bij de prijzen. Tot hij niet meer te kloppen was. Ik durf mijn kop onder te verwinden dat hij in België bij die verrekte vogelheimers is bijvangen. Belgen, die vreten duif bij hun patat. Kannibalen zijn het. Misschien heb je het ook niet meer terug kunnen vinden. Toen waren ze toch ook al met de wijk bezig. Het kan best zijn dat hij blind gevlogen is. Ik had er steeds vaker moeite mee om ze te klokken. Terwijl ik ze toch in de buurt zag rondvliegen. Ze raakten de herkenningspunten kwijt. Toen onze vereniging ermee ophield, lag de helft van de wijk al plat. Maar ik heb mijn duiven nog. Ik heb nog 7 koppels zitten. 3 duivinnen zitten te broeien. 3 van het beste soort. Ze zitten veilig op zolder. Waar zijn die prijzen van jou allemaal gebleven? Al die bekers, Jan? Weet ik veel. De vereniging is ontbonden nadat de laatste vlucht op Dax een ramp is geworden. Van de 12 duiven die ik heb ingezet, kwamen er maar 3 terug op het hok. Sommige fokkers die hebben alles verloren wat ze ingezet hebben. Ja, maar die prijzenkast, al die bekers. Ah, die bekers. Die bekers waren het belangrijkste niet. Het ging erom of je zo'n beest in de hand had. Zo'n warm beest. Of zo'n dier je vertrouwt. Ze voelen je heel precies aan. Van de mens weten ze alles. En als je dan de beste duif hebt na zo'n vlucht, dan kan je huilen van ontroering. Dat is geluk, meid. Dat is geluk. Maar die bekers die moet je terughalen. Is toch altijd een mooi aandenken. Zolang ik zelf nog duif heb ik geen aandenken van ze nodig. We hebben er toen wel over gehad, over wat met de prijzenkast zouden doen. We zouden er later nog eens over vergaderen, maar toen het zover was, was er geen bestuur meer over. De meeste leden waren toen de buurt al uit. Er was hier toen bijna niemand meer die duiven had. De laatste duivenvrienden hebben al een paar maanden geleden hun beesten opgeruimd. En wat moesten ze er anders mee? Ik had de beste koppels kunnen kopen, hele series. Zo'n kans heb ik van mijn leven nog niet gehad. Gelissen die altijd prijs loog op Rouen en op Lille. Daar had ik een hele handeltje van over kunnen kopen voor nog geen 100 piek. Jij hebt toch nooit duiven gekocht?
Daar was je te trots voor. Nou ja, ik zou het toch nooit gedaan hebben. Een duif moet je jezelf gefokt hebben. Je moet de ouders kennen. Een goede duif, dat moet familie van je wezen. Dan deze pas goed waarderen. Maar die bekers, Jan, die moet er toch ergens gebleven zijn? Je moet er toch maar eens achteraan gaan om ze terug te halen. Maar ze zijn toch van jou? Dan zou ik dat wel doen. Ja. Die bekers zijn mijn leven niet. Die prijzen die hadden alleen maar waarde voor de hele vereniging. Dat was het bewijs dat we samen wat konden. Maar die bekers zijn voor mij koud. Dan er geen vereniging meer is. Maar daar ga ik mijn huis niet voor uit. Ik ben niet gek. Ze liggen op me te loeren. Ze pakken me zo gauw ik de deur uitkom. In mijn huis durven ze me niet aan, maar als ik buiten kom, dan is het te laat. Dan strikken ze me als een konijn. Dan pakken ze me op en stoppen ze me ook in zo'n flat. In zo'n konijnenhok achter de tralies. Zo ver brengen ze het toch wel. Ik zie ons over een paar dagen ook op een flat zitten. Ze jagen het huis toch zo de lucht in als ze willen. Jij lult al net als de anderen. Waarom laat je de moedzakken nou het erop aankomt? In de oorlog vroegen ze de mensen ook nergens om. Ze kwamen ook niet eens vragen van, heel lui, mogen we alsjeblieft eens zo je bom op jullie wijk gooien. Gooiden ze ook ongevraagd op je dak. Nou, het is nou toch precies hetzelfde als oorlog. Ze maken je nou alleen wat langzamer kapot. We hadden ze liever een zootje bommen op de wijk gegooid. Was er veel voordeliger uitgekomen. En van het volk hadden ze geen last meer gehad. Toch zijn het moordenaars. Hoop Oekraïners overleden toen ze er naar het bejaardenhuis hebben gebracht. Ze zat haar huis goed onderhouden, ze zat er goed. Ze zat aanloop van de buurt, ze zat nooit helemaal alleen. Ze wilde er niet uit. Opo Grijn was een van de weinige standvastige lui van de wijk. Ze hebben daarna dat gesticht gesleurd. Als ze er in haar huisje hadden laten zitten, dan was ze 100 jaar geworden. Ja, als je een oude boom verplant. En de Hulshoffs zijn ook van verdriet gestorven. Die waren nooit ergens geweest, kwamen de wijk niet uit. Altijd op hun eigen stekkie. Net als ik toch. Ik zit hier nou toch ook al mijn hele leven. Ik ben hier geboren. Mijn vader heeft dit huis toch zelf gebouwd. Met zijn eigen handen. Het is een degelijk huis. Het had zeker nog 100 jaar gestaan als die verrekte kerels met hun supermarkten maar uit de buurt gebleven waren. Ja, wat is het toch met die supermarkten? Die hebben altijd verrekte spullen van hun nodig. Het lijkt wel als ze tegenwoordig alles met kisten tegelijk vreten. Heb je op de dag van vandaag alleen nog mensen of alleen nog maar vreetmachines? Het is allemaal verpakking en weggooispul tegenwoordig. En daarom hebben ze er zulke bergen van nodig. Daar komt de vent aan. Recht op ons huis af. Komt hij naar ons? Dat denk ik wel. Waar zou hij anders heen moeten? Wat zou hij van ons willen? Oh, maak je maar niet bang, Jean. Het is maar een arbeider. Je kan niet zo gevaarlijk wezen als die heer in die mooie pakken. Vandaag is iedereen gevaarlijk die naar ons toe komt. Maar ik sla hem het huis uit. Nee, je mag niet vechten, Jean. Verweer is niet tegen de wet, Michel. Ik mag mijn eigendom verdedigen, al is maar een duppie. Dan zou ik toch zeker ook mijn eigen huis wel mogen verdedigen. Het is je eigen huis niet meer, Jean. Het is toch al lang onteigend. Eigen? Zeg maar diefstal. Het geld wat ze ervoor betaald hebben, heb ik toch mooi teruggestuurd. Ik wil er geen cent van zien. Maar wet is wet, Jean. Het is je eigendom niet meer, al wil je er dan geen cent voor hebben. Daar heb je hem. Zullen we hem laten staan? Misschien denk je dat we niet thuis zijn. Kunnen we dat wel doen? We zijn altijd vriendelijk geweest. Zullen we blijven ook, Jean? En je weet toch nooit wat zo'n man komt doen? Misschien heb je wel goed nieuws. Goed nieuws? Dat hij ons komt vertellen dat we vandaag de lucht in gaan. Zal ik toch maar open doen, Jean? We hebben nog nooit iemand op de stoep laten staan. Hoi! Hey, doe eens open! Ik weet wel dat jullie er zijn. Ik heb jullie goed zien staan, hoor. Achter het raam van je slaapkamer. Je kan hem nou niet meer buiten laten staan. Hij heeft ons gezien. Laat hem dan maar binnen. Hoop van zegen. Gaat vlug, hè? We zijn vanochtend al rond 1:05 begonnen. We maken nou 2 dagen in 1. Zullen we dat werk hier over 1 week klaar hebben? Dan moeten we naar een andere wijk. Moet die ook plat? Ze hebben net de nieuwste machines aangeschaft. Ja, jullie werken wel als duivels, hè? Voor de poen? Ja, voor ons gaat het goed. Zou jij niet blij wezen als je er met wat overuren en alles centje bij kan pikken? Zulke week als deze zou ik best wat meer willen maken. Dat ik lekker aan. Ja, van jouw kant heb je gelijk. Hé,
Zeg eens. Huh? Waarom dragen jullie allemaal hetzelfde pakje? Op je buik, op je rug, op je helm. Overal staat dezelfde naam te lezen. De naam van je grote baas. De Strooi Company, Puinlust. Is dat een god, die Puinlust? Nou ja, god. Ik denk net niet, maar toch zoiets. Het is een rijk man, hè. Je moet het machinepark van Puinlust eens komen zien, zeg. Als ik zeg dat hij alleen al een paar honderd vrachtwagens heeft lopen, dan overdrijf ik niet. Ja, dit is maar een klein ploegje, hoor, dat hij hier het werk heeft. Hij is wel op 10, 12 plaatsen tegelijk bezig. Ja, dan is hij meer een duivel dan een god. Als de duivel meer betaalt dan god, dan wil ik best voor de duivel werken. Ja, ja. Rijk zal die Puinlust wel wezen. Maar een geweten lijkt hij niet te hebben. Anders zou hij geen hele wijk met de grond gelijk kunnen maken zonder rekening te houden met de mensen die hij er vandaan jaagt. Die Puinlust. Ik heb hem eens gezien. Oh? Nou, hij heeft meer gezien dan ik. Ik werk nou een jaar of 7 voor Puinlust. Maar ik heb hem nog nooit gezien. Hij komt nooit op het werk. Hij roept de baas naar zich toe als hij wat voor zijn mot. Ja. Zo'n grote slee met privéchauffeur rijdt hier door de straat. Hij stopt op de hoek en hij stapt uit. Hoofd in de nek. En de zonnebril op terwijl hij die dag helemaal geen zon was. Een echte patser. Minachtend nam hij het buurtje op. Je kon in zijn gezicht zien dat hij vond dat het er stonk. Ik wist niet dat het Puinlust was, maar toen ik hem zo zag staan, toen begreep ik dat hij het was. Hij en niemand anders. Ja, hij zal wel rondgekeken hebben om te zien hoeveel power hij in moest zetten. Hoeveel machines, begrijp je? Zelf zal ik wel in een villa buiten wonen, met een zwembad en een tuinhuis. En een koppel meiden die voor hem vliegen als je met zijn vingers knipt. Zo'n gozer is dat. Een uitgekiende vlegel. De dag ervoor had ik in de krant gelezen dat de gemeente de sloop van de wijk aan hem had gegund. Ja, maar het is een knappe vent, hoor. Je kan er wel sneren over hem, maar het is een heel gewone jong geweest. Na de oorlog is hij heel klaar begonnen, met 1 bulldozer en een oude legertroep. Toen heb je de tijd mee gehad. Na de bombardementen was er heel wat te ruimen. Ja, ben je gek, man. De grote sloop is pas later begonnen. Die oorlog, dat zette geen zooi aan de dijk. De nieuwbouw, het opruimen van de krottenbuurten. Dat is het waar Puinlust rijk van geworden is. Sanering, hè? Toen ze begonnen met een naar de andere wijk te slopen. Dit heeft een machtig man van Puinlust gemaakt. Kun jij dat voorstellen? Dat iemand miljonair wordt door alles af te breken? De koning van het puin. Je moet het hem niet in de schoenen schuiven. Het is je eigen stadsbestuur dat de rode loper voor de Destroy Company uitlegt. Het is het stadsbestuur dat hier een shoppingcentrum heeft gepland. Ja, de een of de andere. Dat maakt niet uit. Macht is macht. Dezelfde Puinlust die de wijk platgooit, zal ook wel belangen hebben in de bouw van het supercentrum. Ja, best mogelijk. Die rijke heren gokken hier van een paard. Maak hem op. Ik kom hier niet om te ouwe hoeren over Puinlust. Ik kom voor mijn werk. Werk? Hier? In ons huis? Ja, ik heb de opdracht stroom en water af te sluiten. Ga ze wel weg, hè? Zeg, dat had je dan wel direct kunnen vertellen. Nou doe jij je werk, mijn man, maar niet in mijn huis. Eruit, eruit! Rustig, man, rustig. Je hoeft niet zo te schreeuwen, hè. Ik ga al, hoor, ik ga al. Hier wordt niks afgesloten. Geen licht, geen water, niks. Als je het mij niet laat doen, doe dadelijk een ander het wel. Voordat het avond is, zal de grond hier toch gelijk moeten wezen. Hoorde je wat hij zei, Jean? Voordat het avond is, zal de grond hier gelijk zijn. Ah, dan lig ik eronder. Jean, denk toch aan je hart, jongen. Denk aan je hart, denk aan je hart. Je roept altijd maar denk aan je hart. Weet je wat mijn hart is? Dit is mijn hart, mijn huis. Ik zal nou koffie maken. Als ik nog maar gas genoeg heb. Wel, ja, maak maar koffie. Oh, we hebben nog steeds water, Jean. Oh, maar de druk is wel al een stuk minder. Misschien is de hoofdleiding al afgesloten. Heb je alleen nog maar wat water dat in de pijpen zit? Dan nog niks meer. Oh, ik zal maar sterke koffie maken. Dat alles voor die superwinkels. Wat deed die nou voor? Hebben die dan meer dan kleine winkels? Toen we laatst eens in zijn superwinkel zijn gaan kijken, toen heb je toch zelf kunnen zien dat ze niks meer hadden dan de kruidenier die we hier vroeger op de hoek hadden? De afstand die je vroeger af moest leggen in de straat als je van de ene naar de andere winkel liep, die was niet veel meer dan dat je daar van het ene vak naar het andere moet sjouwen. En vriendelijkheid, Omar. Er komt honderden mensen tegen, maar je weet er niet één die wat praten wil. Niemand die zijn bek open doet. Ze willen allemaal die zaak weer uit. Ja, zo'n grote zaak. Die nodigt toch niet uit tot gezelligheid? Als je in de kassen betalen moet, dan zeggen ze ook geen boe of ba.
En als je er iets vraagt, dan weet geen hondje de antwoord. Frik. Trek je keel zeker weer? Zo gauw kun je toch niet terug zijn? Ja, wie zou het dan anders moeten wezen? Misschien heb je hulp. Zal ik de deur openmaken? Of... Ik kijk zullen. En als het iemand is die lastig wil zijn, dan trap ik hem gelijk bij de deur weg. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Zou ik even met u mogen praten? En waarover dan wel, meneer? Over de sloop, over de wijk. En over u natuurlijk. U bent de laatste van de wijk en dat is heel merkwaardig. Heel interessant, mag ik wel zeggen. Bent u van dat sloopbedrijf? Van die Destroy Company? Oh, nee. Ik ben van de krant, stadsredactie. Ik zie nu een ontzettend goed verhaal. Zo van echtpaar houdt stand tegen sloop van hun huis tot bittere einde. Grote kop over 6 kolom. En dan natuurlijk een foto van een kwart pagina van u en uw vrouw. Maar ik wil helemaal niet in de krant. En ik wil helemaal niet op de foto. Oh, nou ja, weet je, die foto hoeft dan niet per se, hoor. Het zou natuurlijk wel echter zijn, maar als u niet wilt, dan vinden we wel wat op. Kunnen we misschien alleen het huis nemen? Hm? Ik heb al eens op een foto in de krant gestaan, een paar jaar geleden. Ach, in de stadskrant die hier in de tijd was? Ja, die oude krant van ons die pas geleden over de kop is gegaan. Oh, maar dat komt dan schitterend uit. Dan is de foto nog zeker in het archief. Wij hebben namelijk alles van dat blad overgenomen na hun faillissement. Misschien kunnen we die foto wel terugvinden. Maar ik wil niet dat die foto gebruikt wordt. Ik wil niet in de krant, dat zei ik toch al? Neemt u me vooral niet kwalijk dat ik daar even niet aan dacht. Bij welke gelegenheid stond u toen in de krant? Oh, niks bijzonders hoor. Met mijn duiven, toen ik die beker gewonnen had op de vlucht van Chamonix. Dat leverde het algemeen kampioenschap van de federatie op. En toen hebben ze een foto van me gemaakt. In mijn duivenhoog. In mijn hand had ik de doffer die vlucht gewonnen had. Was u er dan niet trots op? Natuurlijk wel. Die doffer die had ik zelf gefokt. Dus u bent een duivenliefhebber. Dat is heel interessant. Mag ik uw duiven eens zien? Oh, daar heb ik natuurlijk niks op tegen. Maar kan ik wel zeggen dat het niet goed met ze gaat. Door de sloop van de wijk moeten ze steeds op het hok blijven. Hè? Daar worden ze mistroostig van. En als we naar de duiven kijken, kunnen we toch wel even een gesprekje hebben over de sloop van de wijk. Vandaag. Daar bent u natuurlijk vrij in. Maar komt u binnen, ik praat niet graag aan de deur. Het is net of je de pest aan de mensen hebt. En met al dat rotlawaai. Nou, dat is dan bijzonder vriendelijk van u. Christian? Ja, Jean. Hier is een meneer. Die komt praten. En die wil ook best een pakje troosten. Oh, ja hoor. Het gas heeft het ook net gehaald, maar nou is het helemaal op. Dat geeft niet. Ik haal straks wel een andere fles. Aangenaam, mevrouw Verkerk van de stadsredactie. Oh, dag, meneer. Hij wil een stukje over ons schrijven. Hoe moet dat dan? Is dat nou wel nodig, Jean? Ja, volgens mij is het helemaal niet nodig. Ik zal het die meneer wel uit zijn hoofd kunnen praten, denk ik. Maar we gaan eerst naar de duiven kijken. Kijk, dat is een doffer waarmee ik zeker 10 keer prijs gevlogen heb. Heel jong beestje nog. Daar ik nog heel wat mee kunnen doen. Dat is dan zeker uw lievelingsduif, hè? Ach, nee. Ze zijn me eigenlijk allemaal even lief. Als ze prijs vliegen, ja, dan is dat natuurlijk wel een bekroning voor je werk. Maar eigenlijk zijn we allemaal 1 grote familie. Het ging niet zo goed meer met uw duiven, zei u? Kom beter, hè. Ze kunnen niet vliegen. Ze zijn bang voor die rotmachines. Ja. En doordat de wijk zo omgeploft wordt, vinden ze hun stekjes niet meer terug. Kijk nou eens hier. Hè. U zit nu als laatste in de wijk. De hele stad weet dat. Ten slotte is het gisteravond op de tv geweest. En u zult toch moeten begrijpen dat... Op de tv? Dat wist ik niet. Ja, uw huis kwam uitvoerig in beeld en u beide achter de ruit. Verrek. Dat zijn die kerels met die camera geweest. Ik heb ze eruit gegooid, want ze waren met indringend. Zo brutaal. Misschien had u dan toch beter met ze kunnen praten. Dan had u in ieder geval geweten wie het waren. Zeg, hebben ze iets waardigheid? Ze zijn toch geen apen? Ze hebben toch nog het lef gehad om van buitenaf te filmen. Er is geen kwaad woord over u gevallen, heus. Dat zou trouwens ook niemand durven. Iedereen weet dat u het meest actief was in het verzet tegen de sloop. Dat heeft ook veel bewondering voor uw persoon gewekt in de stad. Ten slotte hebben er toentertijd ook al stukken over de bewoners van de wijk en hun strijd tegen de gemeente in de voormalige stadskrant gestaan. En meestal was u een van de woordvoerders. Maar dat waren allemaal negatieve stukken. Negatief? Jazeker. Die stadskrant die was voor de sloop. En voor de komst van het supercentrum. En lang daarvoor was al voor de flats. Sociale woningbouw heette dat toen nog. Die wijken van ons die waren niet goed genoeg meer volgens de heren planologen. De gezelligheid die we herkenden in de buurt, die telde niet bij de planologie. Nee, noem dat maar sociaal.
Flits moesten er komen in supermarkten. Maar dat was de tendens in de tijd. Iedereen wilde flits. Maar ik weet dat de redacteuren van de Stadskrant die dat toen inderdaad geschreven hebben, omdat ze vol bewondering tegen de plannen hebben zitten aanstaren, nou in de werkloosheid lopen. Die hebben hun eigen graf gegraven. En hebben onze krant afgenomen bovendien. Toen kende men de bezwaren tegen de flats nog niet. Dat moest nog eerst ondervonden worden. Ja, nou wil iedereen weer terug. Als onze Stadskrant toen de tijd die hoogdravende plannen van dat shoppingcentrum en die flatwijk niet zo loffelijk had bezongen, maar er was tegenaan gaan hangen, dan was de bevolking hier op tijd gemobiliseerd geweest. Dan hadden ze het onraad eerder geroken en misschien nog wel voordat het te laat was geweest. Ze hadden er toch niets aan kunnen veranderen. Als die krant betere informatie had gegeven, dan waren er ook meer tegenstanders in de raad geweest. Wat dacht je? Wat wisten die mensen veel? Die kregen ook alleen maar panklare plannen onder de ogen. Net als die journalisten van de Stadskrant. Maar die jongens die hoorden toch geïnformeerd te zijn? Toen wij hier het woord shoppingcentrum nog nooit gehoord hadden, hadden zij moeten weten dat de heren achter de tekentafels al jarenlang het einde van de wijk aan het voorbereiden waren. Maar die krant die heeft gewacht met het openbaar maken van de plannen, tot wij er niks meer tegen konden doen. Misschien heeft die krant de ernst van het spel niet ingezien. Och, misschien hebben die jongens wel zo geschreven om te laten zien dat ze clever waren. En wilden ze hogerop promoveren. Van wijkredacteur van een stadskrant naar redacteur van een landelijke krant of zo. Net als die krant van jullie, maar is ook dagelijks hele pagina's vol oude hoeren waar een gewoon mens niks van snapt. En daarom wil ik die krant van jou ook niet, meneer de journalist. Snap je? Als die jongens over mijn rug gepromoveerd zijn, die snelle jongens, dan zullen ze over mijn rug ook niet nog rijker worden. Leest u de laatste tijd nog wel eens een krant? Ah, nee, niet meer zo. Sinds de Stadskrant is opgeheven heb ik eigenlijk geen krant meer. Trouwens, er wordt hier geen krant meer bezorgd ook. Ik moet er steeds een gaan kopen en daar komt het vaak niet van. Dan weet u misschien niet eens dat er de laatste tijd grote stukken tegen het stadsbestuur hebben gestaan. In onze krant. Nee, dat weet ik niet. Nou, dan is het toch wel knap laat hoor. Want de wijk ligt nou plat. Dat weet ik wel. De klok kan niet meer worden teruggedraaid. Maar nu wordt die Destroy Company gepakt op zijn methodes. En het stadsbestuur op de wijze waarop ze puinlust vergunningen toeschoof voor de sloop en daarna de bouw van het shoppingcentrum. Vreemd dat de kranten zich nou voor interesseert. Toen de tijd, toen wij die protestvergaderingen hielden, toen hebben we bergen moeten verzetten om er iemand van de krant voor geïnteresseerd te krijgen. U moet niet vergeten, dat was toen een andere krant. De Stadskrant die u bedoelt. Wij zaten hier toen nog niet. Ah, we zullen maar naar beneden gaan. Ik ruik de koffie. Die zal wel klaar zijn. Liefst u suiker en melk in de koffie, meneer? Ja, graag. Van alles een beetje. Onze Stadskrant was een goed blad. Voordat het zich in de problemen van de sloop stortte. Met die sloop hebben ze op het verkeerde paard gewet. Maar voor de rest stond er alles in wat de mensen hier interesseerde. En wat hem bij elkaar hield. Alsjeblieft. Die Stadskrant die werd hier gespeeld, gevreten. Als ik mensen tref die hier uit de buurt zijn weggegaan en die nou ergens anders wonen. Of in een flat. Dan wordt er direct gezegd. En dat stond in onze Stadskrant. En weet je dat die en die getrouwd is. Ja, zo was en dat het. Die begraven is. Nou, moet je dan zeggen. Dat weet ik niet. En dan zegt die ander, toch jammer dat die krant er niet meer is. Ja, maar dit soort berichtgeving is in deze tijd geen haalbare kaart meer. Hè? Daar kan geen krant het meer mee redden. Er stond ook altijd alles in over duiven. Elke vlucht kon je volgen. De tijd van het inzetten, de stand van de klokken. Ja, zouden mensen dat nu nog werkelijk interesseren? In een landelijke krant als de onze kunnen we dit soort berichten echt niet plaatsen. Ja, dat is juist de pest. Daarom moet ik die krant van jullie ook niet. Er staat niks in over dingen die mij aangaan. Daar zijn jullie te groot voor. U wilt toch niet zeggen dat het een slechte krant is? Ja, dat wil ik zeggen, ja. Hadden we die Stadskrant nog maar. Maar die heeft zichzelf in de kaart geschreven. Toen hij toejuichte dat hier flats kwamen en een shoppingcentrum. Die krant vergat zijn lezers. En dat waren de mensen uit de buurt. De leden van de voetbalclub. Die wilden alles lezen over hun eigen goals. De standen waren in de competitie van alle elftallen en de opstellingen. Ja, maar... Maar toen ze naar die flats trokken... Toen kwam er niemand meer naar het voetbalveld in de wijk. Die konijnenhokken kwamen ze niet meer uit. Kijk, en dat was nou net waar die krant zich in vergiste. Want toen die voetbalclub eraan ging, verloren ze de abonnees bij die vereniging. Die hoefden de stand niet meer te weten. Die hadden de krant niet meer nodig. Had die krant zich kunnen redden als ze tegen de sloop van de wijk was geweest? Ik denk het wel, ja. Onze Stadskrant bestond bij de gratie van de abonnees. En die wilden weten of Opo Peters de been gebroken had. Kijk, en dat kwam in de krant. Maar Opo heb je nou niet meer.
Er zijn geen opoes meer in de wijk. Alle opoes zitten nou in een bejaardenhuis. Op de kamertje, nou zijn ze vergeten. Er is geen krant meer die erover schrijft. Er interesseert zich niemand meer voor hem. Maar ik ga je wel vertellen dat de hele buurt meeleefde met opoe Peters. Toen het mens van de trap was gevallen. Dat soort nieuws heb je niet meer. Die mensen zijn nou anoniem. Je hoort er nooit meer iets over. Ze zijn allemaal netjes weggestopt. Ja, het behang, dat mochten ze zelf uitzoeken. En het een of andere kassie waar ze aan gehecht waren, mocht mee. Maar de rest moest naar de opkoper. De eerste tijd dat de mensen uit de wijk zijn, dan volgen ze nog wel het wel en wee. Dan houden ze zo'n krant nog aan. Maar dan, na wat maanden, dan raken ze het spoor bijster. Dan beginnen de gaten te vallen. En als die krant er nog een centje duurder wordt, dan gaat hij voorgoed de deur uit. U voelt zich wel erg betrokken bij die krant, hè? Ah, misschien wel te veel, meneer. Hij emmert er haast elke dag over. Niks te emmeren. Ik hield van die krant. Daar had je elke dag wat houvast aan. En daar kon je nog tegen praten ook. Die krant, die vertelde wat over jezelf. Want de buurt, dat was jezelf. Zo was het ook. Ah, je moet je niet zo druk maken, Jean. Nou, drink nou eens van je koffie. Je koffie wordt helemaal koud. Tja, dat is nou allemaal verleden tijd. Daar komt niets van terug. Ja, je hebt gelijk. Maar het had zo moeten blijven als het was. Ja. Ze zeggen altijd dat je je aan de werkelijkheid moet houden. Maar wat koop je voor die werkelijkheid? Een shoppingcentrum. Dat is de werkelijkheid van nou. En het troep gaaiers van Puinlust dat ons het huis uit wil pesten. En daar wilde ik nou juist een stuk over schrijven. Over uw eenzame strijd. Dat lezen de mensen graag tegenwoordig. Ja, dat zal wel. Dat hoort zo bij het idee van zet de klok maar terug als het te laat is. Kijk. De plaats waar wij nu met ons huisje zitten. Op de zelfbedieningsrestaurant. Heb ik in de tekeningen gezien. Hé. Hey. Wat sta jij nou al die tijd op te schrijven? Huh? Nou, ik maak een paar aantekeningen voor mijn stukje. Ik heb toch gezegd dat ik geen stuk in de krant wilde, hè? Ja, maar ik mag toch schrijven wat ik wil. Ik wil niet als aap in de krant staan. Als ze me op de televisie hebben gebracht, is dat al erg genoeg. Ik wil niet nog eens voor jou gaan staan. Ik ken dat soort stukjes. Zielig tekstie onder de zielige foto van twee oude luikjes die zo graag tussen hun eigen meubeltjes en bloemetjesbehang willen blijven zitten. Nee, meneer, daar pas ik voor. Ja, ja, ze komen eraan. Wie? Wel een stuk of tien de arbeiders van het sloopbedrijf. Ze komen regelrecht op ons huis af. Met z'n tienen zullen ze wel durven. En een ziekenwagen? Nou, er is zeker een ongeluk gebeurd. Bij de sloop gebeurde er heel wat. Ja, maar waarom blijft hij dan voor onze deur staan? En een verhuiswagen, Jean, die komt ook hier naartoe. God allemachtig, ze gaan het dan met geweld proberen. Die kerels uit die ziekenwagen komen rechtstreeks op ons huis af, Jean. Nou, ik sta ze te zoutenwieten als ze binnen durven komen. Nee, Jean, nee, Jean, als ik jullie, als ik jullie een raad mag geven, hou je rustig. Maar rustig houden, ze mijn huis gaan afbreken. Ja, ik ga nog liever zelf kapot. Als u gaat slaan, hebben ze u helemaal in hun macht. Dan zetten ze u vast als een gevaarlijke gek. Ja. Ik kan toch niet zomaar toekijken dat ze me... Oh, daar zijn ze, Jean. Moet ik openmaken? Jean. Ik doe zelf open. Oh, meneer. Wie bent u? Van het ziekenhuis. Rust. Wij zijn verplegers. Rust. Wat moeten jullie? Wij moeten u komen halen. Hoe zie je wel? Halen? Ik hoef nergens naartoe. U moet mee naar het ziekenhuis. Ik? U beiden. We markeren toch niet? Nee, wat moeten we nou dat doen? Dat weet ik niet. Dat blijf is mijn zorg niet. Koud. Ik blijf heb alleen koud. Opdracht om u mee te nemen. Doet je open? Ik denk er geen seconde over. Ik blijf hier. Ik ben niet ziek. Als u niet openmaakt, dan maken wij wel open. Je zal de deur in moeten rammen, kerel. Anders zal het je niet lukken. Ja. Dan doen we dat toch. Hé, mannen. Ram die deur even open. Als je er maar op rekent dat ik van af zal slaan! Ja, rustig, rustig, hij blijft u kalm. Het blijkt nog gevaarlijk te zijn ook. Jean, Jean, je moet de deur zelf openmaken. Ja, maar dat nemen ze ons mee, alsof we krankzinnig zijn. Ja, misschien denken ze wel dat jullie krankzinnig zijn. Het zijn tenslotte maar verplegers. Ze weten over jullie ook niets meer dan dat wat ze van hun bazen hebben gehoord. Wie zijn dat hun bazen? Die dokters in het ziekenhuis natuurlijk. Wat hebben die in godsnaam met ons te maken? Ik ben nog nooit in het ziekenhuis geweest. Ja, misschien heeft het ziekenhuis wel opdracht gekregen van het stadsbestuur om jullie op te laten pikken. Het stadsbestuur? Ja, die willen jullie er natuurlijk uit. Jullie houden het werk op. Dus, die destroycompagnie die hoeft er minder niet zelf uit te zetten. Het vuile werk laat hij over aan het stadsbestuur. En die knappen het wel voor hem op. Het is triest, maar zo zal het wel lopen, ja. Jean, zou je de deur maar niet gewoon openmaken? Ze komen nou met een balk op de deur op, Jean. Dan beuken ze de deur maar in. Ja, maar ik ken toch als we niet. Ze eruit hebben, slaan ze de zaak kort en klein. Ik raad u aan. Jean, ze rijden die verhuiswagen voor de deur.
leuk. En jij, meneer de journalist? Nou kun jij natuurlijk een mooi stukje schrijven, hè? Nou zit je bij de bron. Dan kun je de actie meemaken. Ja, ik denk wel dat ik een stuk schrijf, maar niet over jullie. Ik zal jullie namen niet eens noemen en geen foto van jullie. Maar ik zal uitzoeken hoe het zover kan komen dat een ziekenhuis zich leent voor dit soort vuile zaakjes. En dan komen er wel foto's bij. Van de verantwoordelijke personen. Van de burgemeester desnoods. Oh, Jan. Jan, ga de deur in, bro. Zie je nou wel? Ja. Zo. Nou zijn we toch binnen, meneer. En ik raad u aan, u kunt het beste vrijwillig met ons meegaan. Verzet heeft geen zin. Als lijk ga ik mee. Ik laat me toch niet gevangen zitten. Maar u hoeft zich toch nergens ongerust over te maken. We hebben alleen het beste met u voor. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Zelfs Carlos zal wel het beste met ons voor. Wat zijn jullie eigenlijk met ons van plan ons gek te laten plagen? Oh, nee, mevrouw. Voor zover ik het kan overzien, houden we u een paar dagjes in het ziekenhuis. Om het bij te komen wat uit te rusten. En dan zien we dan weer verder. Ja, maar ik ben niet moe, ik hoef niet uit te rusten. Ja, meneer, en na het ziekenhuis... Wat... In de tijd dat jullie rusten, wordt er een bejaardenhuis voor u ingericht. Ja. Een bejaardenflatje. De verhuiswagen staat al voor. U hoeft zich nergens ongerust over te maken. Nee, alles komt vanzelf in orde. Als een lam naar de slagbank. Nou, dat is mijn stijl niet, meneer de verpleger. Niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Het beste wat u kunt doen is rustig met ze meegaan. Als u scènes maakt, hebt u kans dat ze u nog langer vast kunnen houden. En dan hebben ze een motief, weet u wel. Laten we nou maar meegaan, Jean. Ja, en mijn duiven dan? Ik kan mijn duiven toch niet zomaar laten verrekken? Weten jullie wel dat die beesten niet boven hem zitten? Dat ik daar 40 jaar op gefokt heb? Die laat ik toch niet zomaar achter? Ja, wat duiven? Duiven, daar staat niks van in mijn rapport. Duiven. Ja, weet u wat? Die duiven laat ik naar het asiel brengen. Ja. Dan kunt u altijd nog zien wat u ermee doet als u er uit het ziekenhuis komt. Om de dood niet? Die gaan niet naar het asiel, die blijven bij mij. Ik moet jullie plekje niet, weet je dan? Ik weet goed dat ik daar geen duiven mag houden. Ik ken die bejaardenfles van jullie wel. Mij krijgen jullie er niet in. Ja, maar moeten we dan met die duiven? Jullie moeten ons rustig laten zitten, man. Met de duiven, en heb je nergens last van. Ik zal u een kalmerend middel moeten geven. Ik schrik niks van jullie. Ja, rustig maar. Dat is beter voor uzelf. Hier, drink dit maar ook. Nee. Wie niet drinken wil, wordt gevoerd. Jean, laten we nou maar meegaan. Dan hoef je dat spul ook niet te drinken. Er is nou toch niks meer aan te doen. Nou ja. Ik ga al mee. Ja. Ik kan het voor jullie toch niet winnen. Dat is heel verstandig van u. Maar mijn duiven, die wil ik zelf in de manden doen. Daar hebben we geen tijd meer voor. Ja, maar ik heb nog meer ritten op het programma voor vandaag. Die duiven worden goed verzorgd. Ja, maar niemand anders kent de duiven toch? Als er een vreemde in de hoogte komt, dan springen ze erop. Ik zal iemand laten sturen die verstand heeft van duiven. Komt u nu maar mee. Nee, ik ga niet. Mijn duiven laat ik niet alleen. Jongens, pak hem even mee. Laat me los. Hier, drink dit spul. En niet in de mond houden, maar slikken. Ja, doe nou maar wat ze zeggen. Moeten we u vastbinden? Op het bed of wilt u zich rustig houden? Ja, mevrouwtje, probeert u het niet. Blijft u nou alsjeblieft. Blijft u nou maar wel rustig. Zo, uitstekend. Jij hebt het maar te vertellen, jongen. Mm-hmm. Jij hebt toch alles, hè? Alle macht. Nou hebben ze ons toch klein gekregen. Lucienne. Twee krankzinnigen hebben ze ons van huis gehaald. Had jij ooit werkelijk verwacht dat je het van ze kon winnen? Nee. Echt verwacht had ik het niet. Ik had wel gedacht dat het langer zou duren. Piek er nou maar niet te veel, Jean. En hou je een beetje rustig in het ziekenhuis, hè? Anders houden ze ons daar nog veel langer dan we zelf willen. Ik zal me wel rustig moeten houden. Anders spuiten ze me gewoon vol met een kalmeringsmiddel. Waarom hebben ze die verrekte sirene aan staan? Wat een rotgeluid. Hey, jongen, kan de kring niet stil? Het ligt toch niet te verbloeden, hè? Nee hoor, nou schieten we tenminste lekker op. Als we zonder sirene rijden, moeten we mee met het gewone verkeer. Nou gaat iedereen aan de kant. We hebben het vandaag nog druk. Mijn rittenboekje zit vol. Die interesseert ze voor ons geen snars. Die hoeft alleen maar een goede indruk te maken bij zijn baas. Als ze maar alles goed inpakken. Zouden er geen spullen wegwezen als we in het nieuwe huis komen? Met duiven in ieder geval wel. Die gaan nou naar het asiel. Dan worden ze helemaal kopschuw. In een flat kan ik ze niet eens houden, dan mag je niet eens dieren hebben.
Ik moet vragen of ze me een ander huis geven. Ergens op de begane grond met een klein stukje tuin. Het hoeft niet groot te wezen. Als ik er maar een hok kan neerzetten voor de duiven. In Duiven, een hoorspel van Tom van Reen, werd Jean gespeeld door Dries Krijn, Lucienne door Gerry Mantel, de journalist door Donald de Marcas, de arbeider door Tony Folletta en de verpleger door Kees van Ooyen. De regie had Ad Leupler.